Zonder Gert-Jan Verbeek, die ontslagen is, maar nog altijd in de harten zit van de supporters van Feyenoord. Leon Flemmings is de tijdelijke coach van de Rotterdamse ploeg, die al snel op achterstand komt. De kopbal van Bak Nielsen en Feyenoord gaat door waar het voor de winterstop geëindigd is, namelijk met slecht voetballen. Maar Feyenoord herpakt zich in deze wedstrijd, krijgt de nodige kansen, benut er één. Van Bronckhorst vindt Mekaj, nummer 8 van de topschutter van Feyenoord, een hele mooie. Hij heeft er de binnenkant van de paal voor nodig, maar dat deert hem allemaal niet, Roy Mekaj. Lang kan Feyenoord niet van de voorsprong genieten. De fout van Hofland, dan Kalou en Pranjic. Pranjic te snel voor Lucius en Timmer is gezien. En voor rust nemen de Friese weer de leiding in deze wedstrijd. Daniel Pranjic met het doelpunt. Dan in de tweede helft. Heerenveen, de betere ploeg, verzuimt om te scoren. Het blijft lange wedstrijd, maar de beslissing uiteindelijk van Smarason. Heerenveen maakt er 3, Feyenoord 1. Dinsdag ontmoeten bij de ploeg elkaar in de Kuip voor de beker.